Dat is vandaag een mooie dag op zolder. Hij heeft vandaag zijn rode wagon. Wat zou hij vandaag eens gaan doen? Misschien moet hij maar eens eventjes gaan zoeken naar Gordon. Waar is Gordon toch? Ik heb hem al een hele tijd niet gezien. Misschien komt hij wel naar de Snapford Station over een paar minuten. Ik zal eens even navragen bij de dikke controleur. De express komt eraan. Oh, kijk. Daar komt hij, zegt Thomas. Daar is Gordon. Ik zal even naar hem toe rijden. Ja, hallo Gordon. Ik zat op jou te wachten. Aan de kant. De express komt eraan. Je bent niet nuttig. Ik doe mijn best. Ik rij zo snel als ik kan. Oh, die Gordon heeft vandaag wel haast, zeg. Heb je zelf de passagiers? Kijk. Kon je even stoppen? Even stoppen. Ja, ik moet even vertoren rijden. Nee, hè. Kom op. Gordon duwt en duwt Thomas naar voren. Maar Thomas, die gaat stoppen. Mijn knechtpoort. Zo is het. Uitstappen. Uitstappen allemaal. We zijn op Knechtpoort Station. Zegt hij. Komt u maar naar voren hoor. Rijdt u maar. Ja, daar gaan we. Daar komt die gekke Gordon weer. En toen kregen ze. Toen waren ze kapot. Thomas reed gewoon lekker verder. Met zijn rode wappen. En daar gaat de rode wappen naartoe. Maar net op de station. Waar die naar binnen komt rijden. Hallo Thomas, zegt de dikke controleur. Ben jij vandaag wel nuttig geweest? Ja, meneer. Oh, wat heb jij dan gedaan vandaag, Thomas? Voor nuttigs. Ik heb Gordon gestopt. En ik moest mij. En hij had me gepoest, dus ik heb naar achteren gegaan en heb ik hem kapot gemaakt. Oh, waar is die dan? Waar staat Gordon dan? Ik heb hem helemaal niet gezien. Kom instappen. Ja, ik stap in. Thomas rijdt achteruit terug naar Gordon met de dikke controleur. Hij wil natuurlijk de dikke controleur laten zien waar Gordon staat. Hier staat hij, meneer. Oh, hier staat hij. Nou, dan moeten we maar even gaan kijken waar hij is. Oh, daar ben jij, Gordon. Zeg, Gordon, wat is er toch met jou aan de hand? Gordon? Ik heb mijn stem verloren. Ik kan niet praten, dikke controleur. Het is meneer de dikke controleur, Gordon. Ja, ik weet het, sorry, maar ik heb mijn stem verloren. En ik heb hier een hele volle trein met allemaal passagiers, kijk maar. Oeh, inderdaad. Volgens mij heb jij hier wel 100.
honderd passagiers in zitten, Gordon. Die komen nu allemaal te laat op hun werk of op school. Ik heb een idee, zegt Thomas. Thomas heeft een idee. Laten we even Thomas vragen. Zeg Thomas, kun jij je even omdraaien, want we zitten alleen maar tegen jouw billen aan te kijken. Ah. Dat schiet niet op. Misschien dat je eventjes een rondje kan doen. Ja, daarom Thomas. Is het niet. Ja, daarom Thomas. Is het niet. Ik heb nog steeds geen stem. Willen jullie nou mijn idee horen? Ja, vertel eens even Thomas. Wat is het idee? Zou ik Gordon naar de werkplaats brengen? Is een goed idee, want hij heeft een zere stem, Thomas. Huh? Een trein met een zere stem. Nou, dat is wat. En een zere keel. Gaat u maar lopen, meneer. Ik kan nog geen Gordon naar de werkplaats brengen. En daar gaat dan de... Duwen, Thomas. Dat gaat goed hoor. Dat gaat perfect, Thomas. Je bent echt een hele goede vrouw. Thomas, breng de woorden naar Hertford Station. En de passagiers kunnen nu lekker uitstappen. Zodat ze toch nog op tijd op hun werk komen. Wat heb jij dat goed gedaan, Thomas? Dan ben jij weer een nuttige trein geweest. En de dikke controleur is echt heel boos, zegt Thomas. Hij is heel boos. Nou, Gordon. Dat wordt toch wel heel, heel, heel vervelend zo. Met zo'n boze dikke controleur. Ga je nu straf krijgen? Ik heb toch alleen maar een zere keel, ik heb toch alleen maar een griep. Ik denk dat ik nou terug moet naar dit mochet. Kun jij me nog even een poesje geven, Thomas? Nee, het is alleen maar omdat jij zat met de poesje en ik had een geschrokken gezicht. Oké, nou kom. Wat heb jij dus gedaan? Nou, rij mij maar even naar dit mochet hoor, doe mij maar eventjes. Oké, zeg sorry. Sorry hoor.